Marcel is juist weer nieuwe teamfoto's gemaakt voor het nieuwe seizoen. Hoe is het gegaan? Ja, dit jaar ging het echt weer super snel. Lijkt erop dat de klasse hoger ook beter luistert. Het gaat echt super. Nee, het ging echt super snel. We hebben er 3 geschoten vandaag. Ja, jullie gaan de resultaten zien natuurlijk. Hey, natuurlijk Marcel de Bont aan jouw eigen fotografiebedrijf, ook de hockeyfotograaf genoemd. Merk je nou dat jij er ook steeds beter in wordt, jaar na jaar onze teamfoto maken? Of is het voor jou gewoon routine? Nee, dus ik word er iedere keer steeds beter in. Ik vind het ook nog steeds leuk. En ik ga weer nieuwe dingen bedenken en dat voer ik dan uit. En jullie gaan allemaal meewerken. Dat vind ik gewoon gaaf. Dus dat is echt ook de reden waarom ik dat ieder jaar toch heel erg leuk vind om dit te doen. Ja. Ook de nodige wedstrijden bij ons weer langs de lijn dit seizoen waarschijnlijk. Hè? De eerste zit er alweer op. Foto's staan op jouw site. Is dat ook de reden dat je het leuk vindt om deze foto's weer te maken? Toch die binding met het team? Ja, de binding van een team. En dat heb ik vooral afgelopen jaar heb ik dat meegemaakt. Dat ze echt in klasse hoog gingen. Ik zag dat ze steeds beter werden. En ja, die euforie die er dan is als ze gewonnen hebben, is zo gaaf. En dan ben ik dan bij geweest. Heb ik vast kunnen leggen voor die jongens. Dat is gewoon gaaf. Dat is echt super. Nou, tof. Heb je dan tot slot wellicht, hè? Vandaag nog de nieuwe vorm gedaan. De omgekeerde V. Kun je daar iets over uitleggen? Nou, Martin kwam, die wilde een omgekeerde V proberen. Ik ben altijd in voor iets nieuws. Dus dat hebben we gewoon gedaan. Het resultaat gaan jullie straks zien natuurlijk. Maar je hebt het resultaat op je scherm van je camera al gezien, hè? Is het iets waarvan je denkt, potentie? Ja, kan wel een keer gebeuren hoor, zeker. Top, dankjewel. Graag gedaan.